J'arrête la photographie. Qu'est-il arrivé à la grande photographe des consciences? Est-ce que tu veux que je reste? There are thousands of reasons why we've made this film, but the original idea was this confrontation between two characters. One, an image maker, a war photographer who lost her soul in Iraq, and the other, the ghost, the spirit of a bride who took her life in protest in the Andes. And so that was the original seed of the film, where that these two would brush against one another. What's your diagnosis? I think it's a kind of contamination. Vamos, vamos, vamos. Voy con la pista. ¡Levanta! Our motivations are multiple. We believe so strongly in the power of cinema to evoke reflection on the very, very complex world we live in. The ideas behind Altiplano we started exploring in our previous work. This idea of responsibility of the individual towards his environment, the relationship between man in general and the environment in general. Wij proberen de tijd eigenlijk voelbaar te maken door heel statisch te werken. Het is te zeggen, de camera is statisch, maar in het beeld gebeurt er zeer veel, heel veel actie ook. Maar het is een heel andere manier. En door die soort van plan-séquence, dus het soort van kader, het kader wordt bijna een theater of een podium waarop zich al de actie en de gebeurtenissen zich afspelen, is de montage, hoe je de tijd voelt, eigenlijk door het beeld en niet door de versnijding van het beeld. Die cultuur is een zeer theatrale cultuur. En dat heeft te maken met inderdaad 400-500 jaar onderdrukking. Eerst door de Spanjaarden, nu binnen het land zelf en door multinationals. En het is een manier om dat lijden te verwerken dat zij in zekere zin een aantal dingen getheatraliseerd hebben. En op een speelse manier met omgaan.